Ik heb lekker heten, dus wat ik wil zeggen, moesten jullie 6 april gekeken hebben naar 4, dan hebben jullie mijn spotje gezien, ja, mijn kleine scène gezien, met Josse de Pauw en José d'Amour. Ik kreeg berichten van, vond je dat raar en wat, heb je dat gedaan? Dat is 2 jaar geleden opgenomen, dus was ik dus 17 jaar. Ja. Dus ik was echt nog een babytje. Ja, een toffe ervaring en ik ben zo dankbaar dat ze me uitgekozen hebben en dat ik dat mocht doen. Wat ik ook nog wil zeggen is dat het reclamespotje van Aaron uit is. De vlog, moesten jullie dat niet gezien hebben, klik op de hoek boven. Klik daarop en dan kunt u de vlog zien van Aaron en ik. En het spotje, dat ziet er zo uit. En hij heeft dat keigoed gedaan. En ik heb dat getoond. Hij was zo heel mishaam. Wat ik vandaag eigenlijk ga doen is naar een auditie gaan voor Samsung. Ik denk dat het een nieuwe iPhone is van Samsung. Zoiets. Ik denk dat het voor de nieuwe telefoon is van Samsung. Dat zou wel heel tof zijn. Dat zou 3 dagen zijn. Ze zijn zo in de mail van ja, moest je nog een vriendin kennen? En ja, Letizia heeft niet zoveel vriendinnen, maar ik heb wel Alicia voorgesteld. Alicia was zo van oké, tof, we gaan dat doen. Dus straks zie ik haar. Maar daarvoor heb ik dus een meeting met iemand die een kortfilm, alleen voor school moet opnemen. En ik moet daar een scène spelen en die wil me dicht zien voordat ze zegt van ja, oké, we gaan dat doen. Ik zie dat heel zitten, want ik wil meer acteren. You know, ik heb zo'n filmpje opgenomen en dat ziet er zo uit. Als je die helemaal wilt bekijken, kunt u dat op mijn Instagram gaan kijken en ja. En naast José d'Amour vind ik het, wil ik meer. Ik heb zelf auditie gedaan voor RC De Kampioen. De kampioen, de kampioen, wij zijn de beste van het land. Dat heb ik eigenlijk aan niemand verteld, omdat ik dan niet wil zeggen van ja, oké, ben jij gekozen mensen. Omdat dat stom is, omdat je zegt van ja, ik heb auditie gedaan en dan ben je niet gekozen. Maar eigenlijk, I don't care. Ik ga gewoon heel veel doen, heel veel proberen te doen. En als ik niet ben gekozen, oké, you're lost, you know. But, het is wel om te zeggen dat Jan Verheij wel zei van kijk, je bent super snel gegroeid in die tijd en ik zeg echt iets aan jou, dus die was zo heel aardig. Ik was even zo stil, omdat you know, als je me echt kent ben ik echt zo iemand die super veel praat, super los is en zo. Maar als iemand me intimideert, als ik echt geïntimideerd ben door een persoon, dan sluit ik mijn mond. Laten we dan maar gaan naar Antwerpen. Dus. Ik ben nu op weg naar die meeting. Oh my god, ik weet niet. Het is niet dat ik een tweede gedacht heb, maar de scène dat ik moet doen is een beetje weer zeg maar verkracht worden. Dus ik weet niet, het is zo eng toch, hè? En ik wil gewoon veel meer acteren. Is het met studenten of niet? Ik wil gewoon veel meer doen en ik vind dat gewoon leuk om te doen. Dus daarom ook ga ik naar daar. Maar gewoon dat het zo'n scène gaat zijn is wel heftig. Maar als ik de beelden daarvan krijg en zo, en als ik dat dan kan bewaren, why not, you know? Ik was weer te vroeg, like altijd. Ik ben altijd te vroeg. Ik was 1/2 uur te vroeg, dus zat ik een beetje op mijn gsm. Hallo, alles goed? Ja, ja, goed. Mag ik jullie filmen? Komen we in de vlog? Ja. Wat zijn jullie aan het doen? Ik ben aan het vloggen. Aan het vloggen? Ja, wat zijn jullie aan het doen? Wij hebben een castingbureau. Streetcasting? Ja. Ken je dat? Ik ging daarnet komen naar jullie, is dat raar? Ik ging gewoon spontaan komen met mijn vriendin vandaag. Ah, en waar ging die komen? Ja. Dat is toch langs daar zo? Is dat niet bij jullie langs daar zo? Ik dacht ik toch? Nee. Ik was het zelf nog aan het opzoeken. Nee, dat is Faceit Casting. Daar is... Oh, oei, sorry. Ja. Echt, want ik was echt Sweet Casting daarnet aan het opzoeken, echt waar. Ah, ja. Nee. Ik zag Brussel, Antwerpen en zei van, waar is Brussel, Antwerpen? Ja. Dat is een beetje van Brussel, maar ik heb geen Antwerpen. Oké, okay, ja. Maar ik heb een mail gestuurd naar jullie. Hebben jullie dat niet gestuurd? Sweet Casting, ja mensen, dus als jullie willen, jullie inschrijven. Ik heb daar veel dingen van gezien, dus ik wil er ook bij zitten. L of V. Ja. Die pictures in colors. Because you send me black and white. White. Yeah. Okay. Okay, I will do that. Voilà. Henti? Kortrijk. Kortrijk? Ah. Ja. Yeah. En jullie zijn gewoon nu op straat mensen aan het nee, pakken? Nee. Ah, oké. Leuk. Bon, ik ga doorgaan, want ik heb een afspraak. Prima. Dankjewel. Tada! Bye.
Dat was zo awkward. En de zon komt er zachtjes door, dus dat is wel fijn. Dat is super fijn, want die geeft me zo'n beetje warmte. Ja, dat was zo wel een beetje weird, omdat ik had een mail gestuurd naar hem. En die had dat gezien en zo, oh LV, that's you. En I'm like, yes. Dat was die foto dat Dave had gemaakt van mij. Maar omdat Dave nog niet al de foto's heeft doorgestuurd, had ik gewoon dit eventjes vlug doorgestuurd naar bijna iedereen waar ik bij wil zitten en waar ik bij zit al. Maar die een beetje update foto's van mij nodig had, had ik dit al gebruikt. Maar ik zie natuurlijk dat Dave dat hij dat niet moest opzetten. En ik heb zo'n foto gekregen waar die LV weg is. Kijk maar. Zo ziet het er dus uit. Gevonden. Denk ik. Bye Lenny. Baby! Hi! Wacht, waar ben je? Daar ben je, hi! Baby. Hi. Oh my god, we zijn zo mooi. Oh my god, mijn baby is zo mooi. Hoe is het? Ça va. Oh, je bent zo mooi, je bent zo leuk. Ik heb je hakken aan zelf. Echt berre mooi. Ik heb net een afspraak gemaakt voor een kortfilm mee te spelen van een student. Lenny noemt die trouwens. En ik ben gekozen. Yay! Oh, echt super. Leuk, hè? Dat is super tof. En by the way, oh my god, dat was zo raar. Daarnet. Wat is? Ah ja, nee, eigenlijk. Welke nummer was het nu weer? 10. Ah. Dat is deze straatnummer. Hier, dit is 10. Wat? Is dat hier? Allee, ik hoop dat al de tweede keer dat ik op mijn terechtkom. Ja, dus dan nog eventjes wachten als je dat niet erg vindt. Nee, dat is goed. Dat was gewoon dat. Nee, er is nog een deel dat we gaan doen. Dus, oké. Ik kan alvast uitleggen. Ja. Ik ging je wel nog vragen, heb je interesse om te acteren? Ik weet dat niet. Weet je niet? Ja, ik heb dat vroeger nog gedaan, maar... Dat is zo tof, zie je nu. Dat is echt al 6 jaar geleden. Je lippenstift is mooi. Voor wat is dat? Kylie Jenner. Kylie Cosmetics. Oh my god, ik wil dat bestellen. Ginger. Ik wil dat bestellen, maar... is dat mijn visa toevallig of zo? Ja. Ja, ik heb dat niet. En nu? Waarom doen ze dat niet met alles? Of PayPal of zo? Omdat PayPal kan je normaal zien. Ik heb het niet gevonden. American Express kan je. Ja, wat is dat? Dat is zo. Ook PayPal achter? Nee, zo Visa-achtig. Zo voor wereldwijd echt. Ah, oké. Okay. Allee, spannend. Ik hoop dat we gekozen zijn hier. Met twee hier. Ching, ching, ching. Ik zie het zitten. Dat komt goed. Moet ik foto's trekken? Ik probeer dit te doen, maar dat gaat niet, dat komt los. Papa heeft dat niet, dat komt ook niet. Oké, dat is niet erg. Ik zal het proberen, maar met die nagels van mij... Ik vind dat echt niet gewoon zo'n ding. Wacht, Moet hij direct terug naar het West-Vlaanderen? Nee, wat wil je doen misschien? Maar hij moest wel iets doen, hè? Nee, toch niet. Bedankt. Ja, merci. Dankjewel. De 21ste. Weten we er iets van. Ah, oké. Okay. Ja, oké. Okay. Ja, super. Ja. Alright. Dankjewel. 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 Thank you.
toevallig zijn de twee volgende gasten er al en dan kunnen we al een scène uitproberen. Van we allemaal samen? Ja, ja, allemaal samen. Ja, tuurlijk. En met meer kansen, dus waarom gaan we nee zeggen? I'm crazy. Ben ik gek? Een beetje. Ja. Een beetje veel, was ik gek. Onze casting. Het is super goed gegaan, heel spannend en zo. En nu zijn we in de meer aan het rondwandelen en we gaan een keer hier naar Odette Lunette naar binnen gaan. Het is haar derde release en we zijn een beetje geïnteresseerd om een keer naar binnen te gaan. Gewoon een keer te kijken. Niet meer zo lang, tot is dat raar dat ik met mijn camera naar binnen ga zo? Ik denk het wel. Ja, misschien is dat raar, maar als dat niet mag, dan knip ik dat er wel uit. Wauw, zo'n mooie foto's checken. Winkels laten bezoeken dat ik anders nooit zou instappen en ik zal deze video gewoon thuis maken, want met de lawaai hier. Terug in Kortrijk. Ah, ik voel me hier veel beter, weinig mensen, rustig station. Ik heb net mijn kaartjes genomen om dan met Alicia naar Parijs te gaan. Dus dankjewel om te kijken en tot de volgende vlog. Daag!